Hoi, ik ben Tom Lossing, beursbox.nl. Ik ga het vandaag over twee aandelen hebben. Twee aandelen die in Amerika in augustus nog een besluit van de FDA gaan krijgen. FDA is de toezichthouder op medische verhalen met name. En bedrijven moeten, als ze een medicijn op de beurs brengen, hun toestemming krijgen van de FDA. En ja, als die binnenkomt en is positief, dan knallen die aandelen door het plafond. Als die besluiten niet goed zijn, ja, dan is het dus het andere verhaal. Wat we de laatste tijd veel hebben gezien is dat de FDA heel veel besluiten heeft uitgesteld, omdat alles naar COVID ging, alle aandacht. Nou, deze twee bedrijven die ik vandaag ga bespreken, die zitten niet in dat COVID-verhaal zover als ik weet, maar willen op andere vlakken willen ze een toestemming krijgen. En ja, nou, dat is dus het gevaar dat er kan zijn dat op het allerlaatste moment de FDA zegt, ja, we zijn toch niet klaar met onderzoek, we hebben een vertraging. Dus stel je voor dat je zegt, ik ga een positie innemen, weet dan dat het een super hoog risico is. Maar ja, bij een goed verhaal kan er ook een enorme beloning zijn. We gaan eventjes naar Financial. We zien hier Cara Therapeutics Inc. Met code CARA, Cara. En het bedrijf heeft een koers, wat als aandeel, van 11,55. Het bedrijf is 578 miljoen waard en ze maken al winst. Er is een earnings per share, een winst per aandeel van 29 cent. En daarmee is er een koers-winstverhouding van ongeveer 40. Dat is heel hoog, maar juist bij die startende bedrijven is het al heel wat dat ze al winst maken. Het is zelfs al heel wat als ze al omzet maken. Dus in die zin is dit een bestaand bedrijf. En je ziet hier al, het is niet zodanig dat het onbekend is dat die FDA-besluiten komen. Er zijn sites op internet waar je dus kan vinden wanneer de FDA met besluiten gaan komen. Dus in die zin hoef je niet te wachten totdat het op Financial Who staat. Er zijn andere plekken waar het nog meer staat. Waar ik wil kijken, ondanks dat dit al groot bekend is, is of het al in de koers verwerkt is. Nou, als we kijken naar Cara, dan zien wij dat het bedrijf, en dat zien we nog niet, dat komt nu, 80 medewerkers heeft. En het is in Amerika is het geplaatst, met het hoofdkantoor althans. Nou, het is duidelijk niet dat dit over COVID gaat. Our focus wil ik naartoe. Pruritus. Wat dat is, weet ik niet. Oh, het is scratch. Oké. Okay. Ja, nou. Blijkbaar is het een huidverhaal. En ze zitten dus in de huidhandel. In de huidhandel, huidverzorging. Press releases, ook wel interessant om eventjes te kijken wat is er allemaal aan de hand. 9 augustus komen ze ook met de cijfers, dus dat is weer extra. Dus het is eigenlijk een dubbel verhaal. De FDA komt en ze komen met cijfers. Dus nou, dat is dan toch wel even belangrijk. En ja, dan gaat die koers mogelijk flink bewegen, maar ik kan geen garantie geven welke richting op. Dus dat is eventjes een heikel punt natuurlijk. Gaan we terug en gaan we kijken naar de statistieken. Dan zien we dat de huidige koerswinstverhouding is 40. Maar ze verwachten volgend jaar verlies te maken. En daar ook geen pechratio. Dus dat is op zich ook wel even interessant om te weten waarom maken ze dan verlies. Cijfers, omdat je met een koerswinstverhouding zit van 40. Is dit niet zo heel opmerkelijk dat het niet eruit spat. Er is wel een 6,21% short op de vrije aandelen. Dus dat is wel enorm dat er zoveel beleggers short zitten. Hou dat in de gaten. Wat is hier aan de hand? Waarom denken ze dat het niet interessant is? Dan kijken we naar de positie financieel. Een kleine 5 miljoen aan schulden. 171,5 miljoen in kas. En er is een positieve cashflow. Dus dat is dan weer positief. Gaan we kijken naar de hoeveelheid aan analyses. Dan zien we dat het maar 7 is. Ja, kleiner bedrijf heb je dat nu eenmaal. Kijken hoe het loopt met de winstverwachting. Ja, dat is toch dat verlies.
Maar het is wel stabiel gebleven. Maar met zo weinig analisten is dat een beetje een puntje. Denk je, ja. Dan valt me op dat maar liefst 68,7% van de aandelen bij institutionele beleggers zitten. En daar zit BlackRock al tussen. Vanguard zit er al tussen. BlackRock met 80 miljoen. Het is natuurlijk een kleine positie, maar het is ook niet een groot bedrijf. Dus in die zin is het ook niet zo gek. State Street zit er al tussen. Dus de grote jongens hebben zich al daartussen genesteld. Positief naar mijn idee, maar we hebben wel die short positie. Dus het, ja, daar moet je echt naar kijken van wat is hier aan de hand. Waarom zitten ze short? Goed, dan naar de chart. Kijk even naar de max. Nou, we zien wanneer zijn ze naar de beurs gekomen. 2014 naar de beurs gekomen. En je ziet, dit is echt gewoon een horizontale lijn. Als je 2014 naar de beurs met de IPO mee hebt gedaan, dan zit je nu nog steeds op eigen geld. En we hebben net een enorme daling gezien. Een verhalvering van de koers. Meer dan een halvering. En dan gaan we even kijken wanneer dat was. Dat was in eind april was dat. Nou, dan moet je gewoon nakijken van wat is hier gebeurd? Waarom is dat? Maar het voordeel is dus dat er al veel af is. En dit is dus, ondanks dat het al op Financial Who stond dat die FDA approval komt, het is niet zo dat die koers al helemaal is opgelopen. Dus zou het meevallen, ik ben daar heel voorzichtig in, dan is het opwaarts potentieel natuurlijk wel extra groot, want beleggers waren al gewend om bijna 30 euro dollar voor het aandeel neer te leggen. Terwijl we nu ergens rond de, even kijken, 11,5 staan. Ik ben even de koers kwijt, dat was het net nog. Oh ja, 11,55. En dus in die zin, ja. Maar goed, laat het duidelijk zijn dat dit een gok is. We zien hier een dodgy. Het kan een reversal dodgy zijn dat ze vanaf hier omhoog gaan. Maar het is niet gezegd. Gaan we kijken naar de moving average. Dan hebben we nu het probleem dat door die enorme daling die moving average natuurlijk een enorme klap heeft gehad. Dus ja, daar kunnen we dan weinig mee. Je ziet die 20 is hieronder gekomen. Is er weer boven gegaan, is er weer onder gegaan. Dus dit is de 20 en die is gewoon negatief. Dus ze zitten nu in een dalende trend. Ja, dat is bijzonder duidelijk. En ja, is dit dan de bodem? Nou ja, als je wil gokken, als je speculatief ingesteld bent, dan denk ik dat het antwoord ja kan zijn. Je bepaalt het natuurlijk uiteraard zelf. Maar dit zou wat mij betreft een gokje waard zijn. Maar goed, je moet zelf beleggen. Dit is geen beleggingsadvies, hè? Daar ga ik zo nog op terugkomen. Maar goed, daar heb ik in ieder geval gezegd. Ik ga naar het tweede aandeel. Season B. Een $3,86 per aandeel. En bedrijf is 668 miljoen waard. Is nog steeds verlies. Geen dividend. Kijken we bij de statistieken. Dan zien we dat er dit jaar geen winst is en volgend jaar zou er een koerswinstverhouding kunnen zijn van 96,5. Dat is de verwachting. Nou, dan zien we dat de cijfers uiteraard heel negatief zijn, want er is nog een verlies. Er is zelfs een 10,09% short positie, nog groter als die ander. Dus er zijn er heel wat die omlaag gokken hier. Er is al een omzet, maar die is 15,5 miljoen niet groot. Er is geen schuld, er is 109 miljoen in kas en er is een negatieve cashflow na belasting van 18 miljoen. Dat betekent, als dat zo doorgaat, dat ze nog 5 jaar voordat ze in de problemen komen. Maar oké, dat is grofweg. Kijken we naar het profile. Die knop doet het bij mij vaak niet, dat is duidelijk. Ik weet niet waar dat aan ligt. 27 mensen in dienst, ook in de VS geplaatst. En about us, how we work. Nou, dat is heel positief. Ze zijn vooral bezig om het
het leven van patiënten te redden en het te verbeteren. Maar wat ze dan doen, weet ik niet, want ik heb daar nog niet naar gekeken. Blaaskanker. En hoofd- en nekkanker. Dus kankerresearch. Even zien, er is een nieuwsrelease. Ze hebben net een nieuw team erbij in het management. En ze zeggen van 26 juli vorige week, van we hebben wat stappen gemaakt, commercieel gezien. Want ze willen dat Vicinium, hun product, willen ze gaan promoten als die approval er komt. Dus als dat er komt, dan kunnen ze ook direct aan het werk. Dat klinkt positief. Nou, dan gaan we kijken bij de analist. Drie analisten, zeg. Ja, klein bedrijf, dan heb je dat. Als we gaan kijken, het verlies, de verwachting daarvan, is, oh, ik zit bij de verkeerde, is toegenomen. En voor volgend jaar is afgenomen. Dus de verwachting van die paar analisten is ietsje verslechterd de laatste tijd. Gaan we kijken bij de houders. Dan is bijna geen aandeel bij de insiders. Dat is opmerkelijk. En slechts 25% is bij institutionele beleggers. Maar er zit Vanguard al tussen. BlackRock ook al. Met 7,5 miljoen. En Vanguard met 18,7 miljoen. In zo'n klein bedrijf is dat op zich opmerkelijk dat dat er al is. Dus ook hier zijn ze al voor gesorteerd. En op het moment dat dit een klapper wordt, dan gaan ze ook vol mee. Gisteren is de koers flink gedaald. 3,2%. Dat gebeurt je dus ook. Kijken we bij de max van de grafiek. Dan zien we dat dit aandeel ook in 2014 naar de beurs is gegaan. Als je toen meedeed met de IPO, dan was het op 11. En we staan nu op 3,8. Dus als belegger heb je er geen plezier van gehad. Dus ja, dat is dan wel triest. Maar zo lang kan duren, hè, voordat er eindelijk eens een keer resultaat is. Kijken we naar het laatste jaar, dan is dit aandeel dus wel opgelopen. Namelijk van 1 naar boven de 4. Dus dat is al flink. We zien nu de laatste tijd iets van een daling. Kijken we naar de MA20, die is er net onder gekomen. Dus dat is negatief. We weten in ieder geval dat de FDA met een besluit gaat komen. Dus daar zit die gok in. Puur technisch gezien zeg ik, ja, nee, dat moet je gewoon niet doen. Ga ik een lijntje trekken, dan zou ik hem al hier trekken. En dan, zo. Dus namelijk toppen en dat is de bodem. Ja, dan zit je hier net daarboven. En je legt eigenlijk dat lijntje, ligt net boven de 3,5. Dus je zou het stoploss op 3,48 kunnen leggen. En dan instappen gokken. Dat zou een mogelijkheid kunnen zijn. Dit is geen beleggingsadvies. Dat ga ik nu even benadrukken, want het is echt belangrijk dat ik benadruk. Doe je eigen onderzoek. Ik kan hier die analyse maken, maar het is niet zoals ik zeg van, oh ja, interessant met stoploss hier, dat je dat dan ook blind moet gaan doen. Dat moet je pertinent niet doen. Ik krijg geen vergoeding van bedrijf of van een broker om deze analyse te maken. Dit is puur mijn analyse. Daar krijg ik geen geld voor. Maar het is dus niet zo dat ik hiermee zeg dat je dat moet doen en daarmee het een advies is. Doe je eigen onderzoek. Kijk of je dit interessant vindt. Beide aandelen zijn hoog risico. Dat zeg ik, ultra hoog risico. Die FDA-approval, als die er niet komt, als die vertraagd is, als die een beetje tegenvalt, dan kan zo'n aandeel gewoon halveren of meer. Ja, dus dat is echt van belang. Ga ik het zelf doen? Ja, misschien wel. Daar zit ik wel eventjes naar te kijken, zo van, oké, het zou kunnen. Ik ga nog niet zeggen ja, want ik ga nog verder onderzoek doen. Maar ik sta er open voor, om toch dat gokje te nemen. Ik hou wel een beetje van het gokje, maar ik gok met geld wat ik over heb. Geld wat ik winst, die zijn gemaakt. Ik zeg, nou, dan pak ik daar eventjes een deel van. En dan ga ik dat gokje ermee aan. Niet met mijn complete vermogen. Dus dat is echt ontzettend belangrijk. Als je hier een positie inneemt, dan is dat gewoon een gok. Je gokt erop dat de FDA-approval komt en dat dat dus een positief
gevolg heeft voor de koers. Want dat is er ook nog niet eens gezegd. En er moeten andere beleggers ook maar instappen op dat moment. Die zeggen van ja, goed, nu ik weet wat de FDA heeft gezegd, nou heb ik er vertrouwen in dat dat allemaal goed gaat komen. En ja, misschien duurt het nog wel heel lang voordat echt het bedrijf loskomt, ook als het na de FDA-proeven goed gaat. Dus het is allemaal maar een vraag hoe dit gaat lopen. Het is geen loterij zonder nieten. Dit is hoog risico. Maar ik vind ze wel interessant. De andere omdat het al zo'n correctie heeft gezien de laatste tijd. En deze omdat je eigenlijk een hele leuke stop los kan leggen. En dus kan zeggen, oké, daar ga ik eruit. Maar het is niet gezegd dat je er dan ook op 3,48 uit bent. Hè? Als dit aandeel ineens knalt naar 2 omdat die approval er niet kwam, dan ben je er op 2 uit. Dus dat is... Of je moet heel lang wachten. Ja, dus je neemt hier echt een enorm risico als je dit aandeel zou oppakken. Nou, doe je voordeel mee. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal, abonneer je dan. Vond je de video interessant, geef vooral een like. Heb je opmerkingen of vragen, zet ze hieronder. Heb je tips, vooral spotgoedkope aandelen. Daar wil ik gewoon, dan maak daar een video van. Ik garandeer niet dat ik het doe, maar ik probeer echt om interessante aandelen naar voren te laten komen. Maar ik zoek vooral spotgoedkope aandelen. En dan zeg van, nou, dit is een pareltje. Maar zoek het dan wel zelf. Niet van andere services pakken. Puur, hè, je hebt een aandeel gevonden, zelf. En ja, daarvan denk je van, deze is spotgoedkoop. Want ik wil niet andere betaalde services in de wielen rijden. Dus alsjeblieft, gebruik alleen aandelen als je ze mij aanbiedt om te analyseren die je zelf hebt gevonden. Of ergens hebt gezien, maar dan op een gratis site. Dus alsjeblieft niet een betaalde service. Ik wil geen ruzie krijgen met de anderen. Ik weet niet wat andere betaalde services aan aandelen aanbieden. En het zou een beetje lullig zijn als ik ze dan onbedoeld eigenlijk in de wielen rijd. Dat wil ik ook niet. En dat zou jij ook niet moeten willen dat mij dat overkomt. Dus kom vooral met interessante aandelen. Dan ga ik kijken of ik daar een video van kan maken. Tot de volgende keer. Houdoe.